De verzamelaar is een persoon die, bij wijze van hobby of tijdverdrijf, een collectie van een bepaald voorwerp aanlegt. Wijk TV De Valuwe maakte de volgende reportage voor u van De Verzamelaar. Voor deze aflevering van De Verzamelaar zijn we in Kuik bij Robert. En Robert die spaart heel veel van Lego. Nou ben ik eens heel benieuwd of hij zoiets ook heeft. We gaan kijken. En daar ben ik dan bij Robert binnen. En nou, ik heb het al lang gezien. Ik heb gewoon een leuk klein huiskasteeltje. Maar dat is echt niet in vergelijking wat ik hier allemaal heb gezien. Nou, bij mij, Robert. Robert, wat fijn dat wij hier mogen komen. Ja, welkom in mijn huis. Ja, je hebt een prachtige verzameling van... Lego. Lego. En dan was het vroeger zo, toen ik nog jong was, Lego, dat zijn gewoon een paar bouwsteentjes en daar maak je een heel leuk huisje van. Dan haal je het weer uit elkaar en je zet het weer in elkaar en zo gaat het jaren door. Maar Lego is wel heel erg veranderd, hè? Ja, Lego is nog steeds natuurlijk hetzelfde steentje van vroeger. Daar is niks aan veranderd. Maar er zijn echt allemaal items bijgekomen. Je hebt nu echt verschillende groepen, noem ik het maar. Je hebt natuurlijk Duplo voor de kids. Ja, je hebt Friends voor de meiden en dergelijke, treinen. Maar ze hebben ook Disney, kerst, auto's, steden. Nou, ik ben echt aan het verzamelen de architectuur. Bijzondere auto's, bijzondere items. Daar komen we later nog op terug. En kerst en uiteraard Disney. Maar ja, ik heb vroeger voor Disney gewerkt, dus... Dat is natuurlijk logisch dat Disney in mijn portefeuille zit. Ja, dat blijft in je hart zitten dan, hè? Robert, Lego bestaat al heel lang. Heb je enig idee hoe lang? 90 jaar bestaat Lego al, moet je nagaan. Dus voor mijn tijd was het er al. Ja. En hoe lang ben jij al verzamelaar? Ik heb het eigenlijk al vanaf mijn 12e. En ja, je bouwt het op. Er zijn ook door verhuizingen wat dingen weggegaan, wat ik erg jammer vind. Want er staat ook wel emotionele waarde aan. Maar tegenwoordig is Lego eigenlijk het nieuwe goud. En dat is ook de reden dat ik alles met handschoenen bouw. Dus totaal geen vingers op wil leggen. Ja, want je vingers hebben vet. Dat geeft zuur, dus er kan zuur in branden. Dozen maak ik echt minuscuul open. Dat de doos helemaal compleet blijft. Ook heel blijft. En in mijn berging staan heel veel lege Lego-dozen. Maar waarom dan eigenlijk Lego? Want het had ook iets anders kunnen zijn misschien. Ja, in mijn tijd bestond ook Plastikan en Meccano. Maar ja, Lego geeft zoveel bouwplezier. Kijk, Meccano is schroeven en je bent klaar. Niet lopen door, dat is natuurlijk met Lego ook. Maar je hebt met Lego veel meer mogelijkheden. En ze gaan zo op de detail. En daar kan ik je daar wel een paar voorbeelden van laten zien. Maar echt tot in detail, pannetjes. Ja, als je een boek openmaakt, staat ook een verhaaltje in het boek. En ja, het is gewoon elke dag. En nog kan ik ervan genieten. We hebben hier het kersthuis. Nou, je ziet de achterkant, maar... Ik kan het wel eens omdraaien voor de kijkers dadelijk, maar ja, je ziet een open haard die kan branden. Je ziet knopjes, je ziet het bad met een kraantje, je ziet het toilet. Ja, je ziet echt alles en dat is gewoon echt super gaaf om te doen en te maken. En daar kan ik echt van genieten. En zeker met de kerst, dan komen al mijn Lego kersthuisjes en poppetjes alles naar boven toe. De ene doet het met de huisjes, zeg maar. En ik doe het dan ook, maar dan helemaal van Lego. Ja. Want wat eerst inderdaad alleen een buitenkant was, een huisje bijvoorbeeld, of een gebouw. Nu zit het echt, wat je zegt, tot in details. Nou, ja, draai eens even om. Een haartje kan het zo laten branden, hè? Ik zal hem eens omdraaien, maar je hebt echt details. Nou, je ziet het bed, je ziet de lakens. Nou, aan de voorkant zie je dan weer de raam waar je naar binnen kunt kijken. Ja... Je ziet het, ik kan er nog steeds van genieten. Ik mocht net al even rondkijken in je huis en ik heb natuurlijk al gigantisch veel zien staan. Heb je dat echt allemaal zelf in elkaar gezet? Ja, heb ik allemaal zelf gebouwd, allemaal zelf gedaan. Ook geplakt, want natuurlijk Lego is totaal niet plakken, maar er zijn stickers bij. Zoals bijvoorbeeld hierachter op deze Volkswagen. Ja, dan zie je automatisch dat daar stickertjes op zitten. Ja, dan doe je dat. En... ja, dat zijn dingen die je er wel op moet plakken. Maar de rest is allemaal, deze steentjes ook, die liggen van het groen, dat ligt allemaal los. Ja, het zijn echt allemaal losse onderdelen. Ja, allemaal losse onderdelen. Het grootste onderdeel wat ik nu gebouwd heb is het Disney kasteel. Dat bestaat uit bijna 6000 steentjes. Is ook het hoogste wat ik nu heb. En wat er aankomt is de Titanic. Ja, dat is het allergrootste. Hij is 1,35 meter.
16 breed en breed, ja, een hoog 45 met bijna 10.000 steentjes. Ja, dat wordt echt 10.000 steentjes. Ja, daar ben ik wel even mee bezig. Ja. Maar je hebt ook stadions, dingen. Maar wat ik al zeg, je moet op een gegeven moment gaan schiften. Anders kun je alles wel gaan kopen voor het Lego. En het is niet goedkoop, zeg ik heel eerlijk. Maar het is wel het nieuwe goud. Want er zijn al onderdelen bij die ik heb die niet meer bestaan. Of tenminste niet meer verkocht worden. Maar die worden op internet al voor dubbele verhandeld. Maar wat ik al zeg, dan moet ook de doos heel zijn. Dan moet echt alles heel zijn. En mag eigenlijk niks kapot zijn. Nee. Nu schaf je dingen aan op een gegeven moment. Maar verkoop je ze ook weer dan? Nou, wat ik gedaan heb is op een gegeven moment denk ik, dat vind ik gaaf om te bouwen. Ik heb 3 items die ik wel leuk vind, heb ik plezier aan gebouwd. Ik heb een zeilboot, die trouwens jullie nog niet eens gezien hebben. Die kan ook echt varen. Maar ja, dat is net als Lego Technic. En dat ga ik eruit doen. Daar heb ik ook een hijskraan van, die tot in miscule is nagebouwd. Dat kan ik jullie daar ook wel laten zien met stempels die naar beneden gaan. Hij gaat omhoog en alle assen draaien apart. En het Flintstone huisje, want ik ga me echt richten op kerst, bijzondere, dus de auto's, de grote auto's. Ik ga me ook uiteraard op Disney, want daar ben ik architectuur, dus alle steden en wat er omheen zit, dus Colosseum en dat soort dingen. En als je het eenmaal af hebt, dan verdient het natuurlijk een mooi plekje. Ja, ik heb daar een hele mooie kast en de tweede kast komt eraan, want ik ga een aparte Disney kast maken, want de kast zit eigenlijk een beetje te vol. Want naast Lego krijg je ook gimmicks van Lego, exclusief cadeautjes. Oh, hoezo? Ik ben Lego VIP. Wat is een Lego VIP? Je hebt voordeel, je krijgt punten, je krijgt extra, je krijgt pre-sale, dus zeg maar in de voorverkoop. Ik heb 2 weken heb ik het eerder huis als jullie. Maar je krijgt ook hele leuke cadeautjes, zoals bijvoorbeeld nu ook. Ik heb hier dan zeg maar de tijger, het jaar van de tijger. Nou, in China. Nou, als je dan iets koopt, krijg je de tijd. Rond Halloween krijg je ik heb een hele grote heks gekregen. Nou, ja. dat zijn de leuke dingetjes. Pas afgelopen keer was ik in het Lego Museum in München. Maar ik was in München, dus ik moest daarheen. Ja, dan zie je daar dingen met Oktoberfest en ze maken dingen. Ja, het is echt geweldig. En binnenkort in de dierentuin in Overloon krijgen we vanaf 4 april, dat weet ik. Dus je hebt de scoop. Is dat een heel groot dierenfestijn komt, maar allemaal Lego. Dus alle grote dieren die in de dierentuin leven, staan daar ook levensgroot afgebeeld in Lego. In Lego. Ja, ik ben daar niet weg te slaan dan, hoor. Nee, ik wou zeggen, je zet je bed er zeker neer dan even. Nou, bij wijze van. Ja. Maar absoluut. Absoluut. Ja. Ja. Maar je vertelde de Titanic bijvoorbeeld, die heb je nog niet. Die komt eraan, die moet je gigantisch lang aan bouwen natuurlijk, voordat je die helemaal in detail hier hebt. Maar dan is hij ongeveer zo groot als deze tafel. Daar komt ga je dan een huis omheen bouwen of hoe ga je dat doen? Nee, ik heb wel de sokkel besteld en de overkapping, dus het komt niet in stof. Maar dan gaat hij op mijn reservoir, die is precies 1,75 meter, dus je kan die precies midden staan. Dat is het pronkstuk van de kamer. Maar, ja, maar dat houdt in dat je Disney-kasteel dus weer ergens anders naartoe moet. Nee, want daar komt de kast voor. Ah, oké. Okay. Nou, wat je net ook zei, ik zet er een stolp op zodat hij niet onder het stof komt. Kijk, zelf ben ik niet zo'n poetser, maar ik hou mijn hart vast als ik dit schoon moet maken. Daar komt ook niemand aan, dat doe ik alleen. Ja. Maar ik heb daar 2 hele mooie hulpmiddelen voor. Nou, laat maar eens zien, hoe poets jij? Nou, hier heb ik ze. Dit zijn mijn 2 dingetjes. En dan uiteraard met handschoenen. Uiteraard. Nou, wat ook trouwens over details gesproken. Hoe leuk is dit? Dit is een coolbox. Als ik hem openmaak, zitten de glazen en de flesjes in. Ik hoop dat de kijkers het kunnen zien. Maar dit is dus het flesje. En er zit ook nog een blikje in, ook nog ijsklontjes. Het blikje zit vast, maar dat gaan we gewoon even losmaken. Kijk, dit is het blikje. Zie je het ook met lipje en alles erin? Dat zal wel heel lastig te zien zijn, maar... Ja. Maar goed, dat is de coolbox. Maar zo ver gaat Lego tegenwoordig. En dat is echt gewoon superleuk. Robert, als je dingen nu eenmaal in elkaar hebt gebouwd, ga je ze dan ook wel weer eens... Nee. Echt opruimen, uit elkaar halen, in de doos terugstoppen? Nee, dat is echt... That's not done. Nee. Dat ga ik ook echt niet doen. Deze wel, want dit is wel weer een hele leuke. Want deze kun je met groen. Maar in het voorjaar kan ik deze omzetten in het roze.
Dat kan wel. Oh, daar heb je andere hulpstukken. Ja, andere blaadjes. Die blaadjes kunnen eraf en dan kan ik de roze erop zetten, dan bloeit die. En binnenkort krijg ik, heb ik twee Porsches besteld. Twee keer dezelfde. En dan denk je, twee keer dezelfde, hoe moet je daar nou mee? Je hebt ook een Bricks Club, die ontwerpen dan ook weer iets apart. Dus ik heb dan daar de originele Porsche. Maar omdat wij een Nederlandse politie Porsche hebben gehad, de oudere kijkers moeten dat vast nog wel eens weten. En daar zit dan een kit in en dan kun je hem ombouwen naar die politie Porsche. Maar ja, dat is weer natuurlijk anders dan de standaard Porsche. Dus ja, heb ik dan straks en de standaard Porsche en ik heb dan natuurlijk de politie Porsche. Je had het net over specials. Ik was even in de kast aan het kijken en ik zag zelfs de Vierdaagse, of niet? Dat klopt, in twee uitvoeringen. Want ja, je hebt natuurlijk de Vierdaagse van Nijmegen, maar je hebt ook de Roze Woensdag. Ja. Dus dat bedoel ik, wat ik ook met die politie, met die Porsche zei. Dat wil je, en de normale hebben, of wat is normaal. Ja. Maar je wil dan ook de special hebben. Ja. Dus maar, ik heb ze allebei. Dan vraag ik me af, van hoe kan dat dan? Want Lego is geen Nederlandse maatschappij. Hoe komt het dat die dan toch bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse hebben? Dat is gedaan door de stichting, dus Lego vraagt aan. Bijvoorbeeld net hetzelfde als met die Bleach Porsche. Dus er gaat niks. Lego weet alles. Dus als jij iets fout doet of ik publiceer iets fout, ja, dan heb je een echt een vet probleem. Maar het is echt zo, bij Lego controleert alles. Dus zij doen die aanvraag. Van god, mogen dat poppetje, mogen dat stickertje gebruiken? Want die stickers kun je zelf laten drukken. Nou, als Lego daar akkoord voor geeft, dan is het. Maar schrik niet, het poppetje kost wel 9 tot 10 euro per stuk. Probea, inmiddels heb jij heel voorzichtig dat gigantische Disney-paleis hier naartoe gehaald. En nou, ja, we geweldig. Even, ja, geweldig. Het ziet er prachtig uit. Ja. Vertel eens. Nou, dat zien we allemaal. Ik ga het even uitleggen, maar ik liet net aan jullie cameraman het puntje zien. En dat is ook een bouwtik van heel veel echte Lego-freaks. Want ik kan er zo dat steentje gewoon niet opleggen. Prima. Maar wij willen zo min mogelijk, want dit zijn natuurlijk de fabrikantpuntjes, want het moet natuurlijk wel gegoot worden en dergelijke. Dus wij zorgen er altijd voor, zoveel mogelijk, die puntjes weg te werken. Dus dan ga ik het steentje zo neerleggen, zodat het puntje altijd puntje tegen puntje zit. Dus hij is niet te zien. Kijk. Dat is de reden van, dat, ja, daar let heel veel Lego freaks op, van hoe zit het in elkaar. We raken het ook alleen maar met handschoenen aan en dergelijke. Nou, iedereen kent, ik zal heel even de voorkant laten zien, dan herkennen de kijkers het automatisch. Dit is het Disney kasteel wat in Disneyland Parijs, Disneyland Florida, Disneyland Parijs. Nou, Disney heeft gedacht van, we gaan daar iets moois van maken. Nou, je ziet zo de bekende figuren ervoor staan. Maar in het kasteel, wat ook in het echte kasteel in Disneyland Parijs is en in andere parken van Disney, is dat eigenlijk veel sprookjes in terugkomen. Dat hebben ze ook hier in dit kasteel verwerkt. En echt waar, er zitten zoveel details in, daar zouden we bijna een aflevering apart van kunnen maken, maar dat gaan we niet doen. Nou, ik heb hem weer even omgedraaid. Ik moet af en toe een beetje spieken, want ik moet het ook zo doen. Nou, hier zien we het al. Dit is de afdeling, de roos in het glas. Bel en beest. Hier zien wij de tovenaar. Maar je ziet ook echt de zwabber, het bed, Merlijn, nou, hier zie je Astepoester, het spinnenhiel staat daar. Ja, echt, het is tot in details, ik kan dit even hier ook weer, dit is de appel. Sneeuwwitje. En zo, en ja. Robin Hood staat hier, want die heb je pijl en boog met echte dingen. We hebben zelfs het vuurwerk, ga ik hier niet doen, maar ik kan echt vuurwerk afschieten, want dat zit weer voor. Tinkerbell zit voor, ja, het zijn details, tot in de puntjes. Je ziet op de vloer hier, hier zie je de schilder, de klok. Ja, het is echt. Hoe lang werk je nu aan zoiets, om dat helemaal zo te krijgen? Dit kasteel, daar ben ik wel 3 weken mee bezig. Yeah. Ja, absoluut. Want dit, je zult zeggen van, oh wat gaaf, maar dit heb ik helemaal uitgemeten, want dit zijn stickertjes. Ah. Sorry. Zeker niet, ja. Kijk, dit zijn stickertjes. Ja, oh, en die moet je er weer heel... Die moet je heel voorzichtig opplakken en precies de juiste maat en dergelijke. En je hebt ook nog een sprookje met de kikkers. Ja, ik kan... Ik... Ja, ze komen er allemaal in voor. Ze komen er allemaal in voor. Tinkerbell. Het is echt allemaal...
Dus ik hoop dat de cameraman hierop kan richten, ga ik toch het vuurwerk afschieten. Ja, toch? Ja, we gaan richting het raam, dus we weten waar we straks kunnen vinden. Even wachten. Ja, dat was het vuurwerk. Maar je ziet, er zijn echt zulke leuke dingetjes aanwezig. Dat is echt gewoon echt super gaaf. Bij Tokio zagen wij de regenboogvlag. En daar kwam deze set uit. Ja. Kijk, en dit is natuurlijk helemaal over vingerprinten gesproken. Hier word je natuurlijk helemaal gek als hier vingerprinten op staan. Dus dat is ook de reden dat... En hier doen we ook echt helemaal uitzoeken hoe het met die puntjes zit. Maar alle puntjes zijn weggewerkt. Op elk tekentje een puntje, dan kun je hier mooi wegwerken. Dus jij blijft verzamelen? Ik blijf verzamelen, ja. Dus het komt helemaal goed. Dankjewel voor je tijd en heel veel plezier met je prachtige verzameling. Graag gedaan, dankjewel. Dankjewel.